en heren, super tof dat jullie kijken bij deze nieuwe video. Ja, waar is weer zo gek? Ja, alle komt omdat ik gezond. Maar hier zijn een paar tips om je te kunnen vermaken met het corona of coronavirus, hoe het ook mag noemen. Hier komt ie. Nou, tip nummer 1 is natuurlijk je huiswerk maken. Super fantastisch dit. Ja, wiskunde, Engels, Nederlands, allemaal van. Dat soort shit, in die zin. Tip nummer 2. Dat is natuurlijk een spelletje spelen. Deze is niet gesponsord. Nee, echt niet. Ik heb deze gewoon zelf gekregen. Dus, nou ja, gekregen van mijn pleegouders. Ja, Ludo is een soort van mens, erg je niet. Dat kun je ook gewoon spelen met het hele gezin. Ja. 2 tot 4 spelers, maak je leeftijd, het is de leeftijd, maar niet het spelen is nummer 4. En het is gewoon een leuke spelletje om te gaan spelen. Yes, de JBL box. Nou, ik weet niet of jullie dat wel doorhebben, maar je kunt ook gewoon hiermee je corona vakantie mee vermaken. Zoals muziek luisteren naar deze box, films kijken. Gewoon van alles, en deze is ook niet gesponsord. Misschien zou ik voor de gaps zeggen wat, dat het wel gesponsord is. Maar het is niet gesponsord. Tip nummer 4. Naar een museum zoals de Fundatie kun je als tot en met 18 jaar kun je gratis toegang tot de Fundatie in Zwolle. Misschien ook kan je andere musea's kun je ook gewoon gratis tot en met 18 jaar kun je gratis daarin. Dus als ik jou was, zou ik ook een aanrader. Zou ik gewoon lekker daar naartoe. Het is gewoon gratis. En je leert er ook nog eens wat van. Duimpje. Nou, tip nummer 5 of 6. Je moet genoeg water drinken. Dus drink je water goed. En zorg dat je goed gezond blijft. Tip nummer 6. Houd huidcontact. Dus sowieso 1,5 meter afstand van elkaar. Nou, meestal lukt dat wel. Maar ook weer niet. En je ziet ook in mijn neus. Ik ben. Soms ben ik een beetje snotterig. Maar dat komt omdat ik moe ben. Alleen dat weet iedereen dat als ik moe ben, dat ik vaak snotterig ben. Maar in ieder geval, 1,5 meter huidcontact. Tip nummer 7. En dat is. Voor het eten en na het eten goed je handen blijven wassen. Want dat zat ook in het RIVM en toevallig staat er hier beneden, staat er over 24 uur een soort tekentje van de Rijksoverheid. Dat is dat, als ik in mijn titel heb staan over het coronavirus, dat er zo'n ding komt. Nou, wel gewoon goed je handen blijven wassen. Dat is het eigenlijk. Goed je handen blijven wassen. De laatste tip van mij is, eigenlijk de 2 tips. Nou. Beweeg goed, dus soort hardlopen. Ga hardlopen. Hardlopen is goed voor je. Maar dat doe je niet te vaak. En ga sowieso wel vaak naar buiten om te gaan lopen. Of om in ieder geval iets te gaan doen. Want ja, je hebt een soort van vakantie. Na je huiswerk kun je ook gewoon lekker naar buiten toe gaan. Hey, dankie. Maar ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze top 8 video. Ook een beetje nieuw bij het kanaal, denk ik. Maar het gaat over corona. Dus ja, like deze video voor meer video's. En ik zie jullie graag terug morgen weer bij een nieuwe vlog. Laters.